idee was eigenlijk ontstaan om samen iets met Piet te doen, een theaterregisseur. En we zijn een beetje beginnen zoeken naar onze gezamenlijke punten. En wat wij allebei heel interessant vonden, is eigenlijk om heel suggestief te vertellen, flarden te laten zien, het onzichtbare heel hard te laten meespelen. En van daaruit is eigenlijk de gang ontstaan, omdat dat ja, een ruimte bij uitstek is, waar dat staat voor alles wat dat er achter de muren is, achter de hoeken. En, dus het eerste dat we hadden was de gang. En dan moest de rest nog komen. Het was helemaal geen simpele vorm ook, omdat het zo'n realistisch decor is. Botste heel snel op iets anekdotisch of zo. Dus we zijn zo heel veel verschillende processen geweest. Want het is te veel, het is te weinig, terugschroeven, meer stilte, meer... Dus is, allee, maar uiteindelijk is het heel organisch of zo naar een punt gekomen waar we denken dat we wel een evenwicht erin hebben gevonden. Ik denk dat het wel goed is als regisseur om niet altijd zo in één kotje te blijven zitten. En ik ben aan het schrijven aan een lange film en af en toe zoiets ertussen dat mij inspireert, dat is wel leuk. Ja. Ik zou het wel opnieuw willen doen, ja, maar ik heb nu wel heel hard gemerkt dat mijn hart toch heel hard bij film ligt. Dat er heel veel, ja, toch heel veel verschillen zijn. Ik had helemaal niet verwacht. Ik dacht, ja, het is regisseren en uiteindelijk, ja, uw ruimte is beperkt. Allee, er is een verschil of zo, maar de codes zijn zo anders. De manipulatie van de blik dat je in film heel hard hebt en de mogelijkheden tot montage, waar ik ook heel veel gebruik van maakte, die zijn hier volledig weg of zo. Dus je moet even ergens zo een taal opnieuw vinden of zo om ermee te kunnen jongleren. Ja. Maar ik denk dat ik sowieso heel snel teruggrijp naar montage of zo, maar het is wel heel boeiend om te zien wat er gebeurt als je een soort van wijdse blik hebt waar alle elementen plots tegenover elkaar staan en jij als publiek eigenlijk ja, je focus zelf gaat bepalen ofzo. Maar ik denk dat dat in film nog een beetje anders ligt, dat je kunt dat niet constant doen of toch niet meer wat ik wil maken ofzo. Dus, ja. Jij beslist als filmregisseur wat de kijker ziet en wat hij niet ziet. En hier moet je zo heel hard een soort van globaal overzicht houden en een spanningsboog die helemaal van begin tot het einde gewoon heel organisch, bijna choreografisch klopt of zo. En waar ja, zo weinig mogelijk ruis in zit of zo. Je kunt het niet wegknippen en er is ook niet zoiets als het een beste take of zo. Het is elke keer zo opnieuw zoeken naar die momenten of zo, ja. Het leukste voor mij persoonlijk was om eens gewoon heel momentaan te repeteren of zo. Ik heb, denk ik, ik hield helemaal niet van repeteren eigenlijk, omdat ik heel erg geloofde in dat eerste moment dat er ontstaat met een gevoel bij een acteur dat het tot leven komt. En ik had altijd heel veel schrik dat dat kapot ging door dat te repeteren. En wat ik hier heel erg geleerd heb, is dat ja, door echt met je acteurs te werken of zo, dat er heel veel boeiende dingen ontstaan die je gewoon niet altijd kunt zelf uitvinden of zo. Dus dat vond ik wel heel interessant, dat momentane van oké, we hebben hier nu een scène, wat doen we daarmee, bouwen we daar ook verder en ja, hoe kneden we dat tot een verhaal of zo, in plaats van mijn script te beginnen, wat je met film heel erg doet, echt vertrekken vanuit je buikgevoel en je intuïtie op scène eigenlijk. Dat vond ik wel mooi om mee te maken. Ik ben heel erg gewoon om bij film op voorhand alles al 100 keer gevisualiseerd te hebben en virtueel dat verhaal volledig klaar in je hoofd te hebben. En dan is het draaien is eigenlijk magie en je weet perfect waarom dat je welke keuze gemaakt hebt op welk moment of zo. En je weet ook hoe je eindresultaat er exact gaat uitzien voordat je begint te draaien. Bij benadering natuurlijk. En hier is dat heel erg zo van, je voelt die première dichter komen, de puzzelstukken zijn er, maar ze vallen nog niet en hopen dat die repetities dat dan allemaal op hun plaats gaan leggen ofzo. Maar dat vertrouwen hebben dat het materiaal er is en dat het gaat vallen, dat is lastig. ik had hier vooral één voorstelling gemaakt met film en muziek, Sandalia Horses. Pieter Vuijen is artistiek directeur van Malperthuis en die had die voorstelling opgepikt. En ja, we zijn daarmee beginnen toeren en hij, ja, op een bepaald moment kwam hij naar mij en zei van, dacht ervan om is iets samen te doen, gewoon jij met je ja, achtergrond van film en ik met theater en kijken hoe dat iets kan opleveren. En
dan kom je automatisch eerst in de fase van gaan we iets doen met film op scène. Maar onze overtuiging was daar heel hard van film mag niet de beperking van de theaterruimte opvullen. En dat het heel vaak, als het gebruikt wordt in theater, wordt dat heel vaak zo gebruikt. Of zo. Dus zijn we gewoon, hebben we gewoon gezegd van laten we met filmische principes spelen in de theaterruimte. Of tenminste proberen en zien wat eruit komt.